Ik stel voor dat we iets gaan lezen uit Ezechiël 47. Ezechiël 47 vanaf vers 21. Dit land, het land Canaan, het land Israël, het land Palestina, zoals u het maar noemen wilt, het heilige land. Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen Israëls. Gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder uw kinderen verwekt hebben. Deze zult gij als onder de Israëlieten geborenen beschouwen. Zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls. In de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar zult gij hem zijn erfdeel geven. Luidt het woord van de Heere, Heere. Tot zover lezen we uit Gods woord. Inderdaad, een zeer complex thema. Ik herinner me, ik ben ongeveer 9 keer, als ik de tel goed bijgehouden heb, 9 keer in Israël geweest. En 1 keer herinner ik me dat we nog in het huis op de berg waren, toen dat nog een christelijk Nederlands tehuis was. En ik zat daar 's morgens stille tijd te houden op het bankje voor dat huis, zo halverwege de Olijfberg, en ik keek uit over het tempelplein. En ik was zo aan het mediteren over deze meest betwiste vierkante kilometer in de hele wereld. Dan gaan je gedachten zo heen en weer. Over wat er allemaal al gebeurd is en ook over wat er nog zal gebeuren. En ook over het feit dat ik niet zou weten hoe die problematiek voor die tijd opgelost zou kunnen worden. Dat ging zo allemaal door mij heen. Ik heb het wel eens eerder verteld dat ik, als ik daar in een taxi zit in Jeruzalem, dan altijd aan de chauffeur vraag of hij een Jood of een Arabier is. En als hij een Arabier is, dan vraag ik of hij een moslim of een christen is. En vervolgens vraag ik altijd hoe zij denken dat de problematiek moet worden opgelost. Nou, dat heb ik heel vaak gevraagd, maar 1 keer was het antwoord: only Jesus can solve the problem. Nou, dat was ik heel erg van ontroerd, want dat verwacht je nou bepaald niet. Want ook degenen die christen zijn onder die Arabieren, dat zijn vaak zeer traditionele Grieks-orthodoxen of wat ook, die zulke antwoorden niet geven. Dus ik was daar blij over verrast. Dus ik omhelsde hem meteen en we waren bijna verongelukt, want dat begrijpt u wel, levensgevaarlijk. Maar dat was mijn ontroering. Only Jesus can solve the problem. Nou, is dat iets wat je niet te gauw moet zeggen in politieke aangelegenheden? Per slot van rekening, wat zijn er nou voor politieke problemen die niet opgelost zouden kunnen worden? Zelfs als het gaat over het klimaat hoor ik mensen zeggen: oh, maar als we maar aan het werk gaan, we moeten nou wel zo spoedig mogelijk beginnen, dan is het nog best allemaal oplosbaar. Er zijn toch eigenlijk geen onoplosbare problemen. Nou, laten we dan in eerste plaats vaststellen dat het uitermate ingewikkeld is. Tot 1917 ging het allemaal prima, want toen was dat hele Midden-Oosten deel van het Ottomaanse Rijk. De Turken waren daar oppermachtig en die regeerden daar met vaste hand over dat hele gebied. Maar ook toen al waren er Joden die daar woonden in Israël. Het was nog maar mondjesmaat. Maar de Zionistische beweging is aan het einde van de 19e eeuw op gang gekomen. En het Zionisme had als grote doelstelling een Joods tehuis in het aloude Joodse land. Die Joden waren er heel weinig en ze hadden een merkwaardige aanduiding. Ze heetten Palestijnen. In hun paspoort stond dat ook zo aangeduid, want een Palestijn was een inwoner van Palestina. Dus deze Joden waren tot 1948 ook Palestijnen, inwoners van het land Palestina. Even tussen twee haakjes, een merkwaardige benaming, oeroud. Het verhaal gaat dat de Romeinen die naam bedacht hebben. En ze vroegen in die tijd: wie zijn de grootste vijanden van de Joden geweest? En dat antwoord was: de Filistijnen.
En toen zeiden ze, oké, dan noemen wij dat land Filistea, oftewel, zoals zij het ervan maakte, Palestina. Dus die Palestijnen, zou je zeggen, dat waren de oude Filistijnen. Nou ja, de Joden hebben zelf die naam ook overgenomen, hoewel ze toch liever spraken van het Heilige Land. Tot 1917 ging het allemaal goed. De Turken waren daar precies 400 jaar geweest, want in 1517 hadden ze Jeruzalem veroverd. Voor die tijd heb je daar allerlei andere volkeren gehad die daarover geregeerd hebben. Er was nooit zoiets als een Joods Rijk vanaf het jaar 70, maar er was ook nooit zoiets als een Palestijns Rijk. Er was zelfs niet zoiets als een Palestijns volk. Dat Palestijnse volk, dat is strikt genomen uitgevonden vooral door Yasser Arafat, de grote leider van de PLO, de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, zo in de jaren 60 begon op te komen. In 1917, toen de Turken verdreven werden door de Britten, hebben de Britten en de Fransen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog dat hele gebied onder zich verdeeld. Er was een Brits mandaat en een Frans mandaat, daar hoorde bijvoorbeeld Libanon bij, vandaar dat daar nog heel veel Frans gesproken wordt of werd. Daar werden dus ook geleidelijk aan staten van gemaakt. Syrië en allerlei verschillende landen daaromheen, Jordanië, een beetje kunstmatig. Maar het land Palestina was een beetje een gecompliceerd probleem. Want zeker na die tijd kwamen er zeer veel meer Joden opzetten. En langzamerhand begon het iets van een probleem te worden. Er waren helemaal niet zo gek veel Palestijnen. En dat waren meest Bedouinen. En die zagen hoe de Joden daar begonnen landerijen in te richten. Bloeiende op het onvruchtbare land, dat helemaal niet onvruchtbaar was natuurlijk, maar er was alleen geen water. Maar die hebben dat bewaterd en daar vruchtbaar land van gemaakt. Grote boomgaarden enzovoort. Dat gaf ook jaloersheid. Maar zolang ze allebei nog tamelijk weinig in getal waren, zowel Palestijnen als Joden, ging dat nog aardig goed. Totdat de getallen zo groot waren dat er een probleem ontstond. Denk erom. Er waren alleen maar Arabieren in het Midden-Oosten. En je had Arabieren in Palestina, je had Arabieren in Syrië en Arabieren in Libanon en in Jordanië. En die beschouwden ze allemaal niet als afzonderlijke volkeren met historische wortels. Ze waren Arabieren en ze waren voor allergrootste deel moslims. Dat was hun identiteit. Goed, om een lang verhaal kort te maken. In 1947 was die beroemde vergadering van de Verenigde Naties, waarbij over het lot van het land werd gesproken. Daar zaten allemaal volkeren die in hun achterhoofd hadden hoe verschrikkelijk de Joden geleden hadden in de Tweede Wereldoorlog, bijna 6 miljoen van hen omgebracht. Dus er was ook wel een zekere weekheid in de harten ten aanzien van Israël, een zekere goedwillendheid. Vandaag zou het ondenkbaar zijn dat die bijeenkomst zo gehouden zou worden zoals dat toen gebeurde in november 1947. Onze vaders en grootvaders en moeders die zaten aan de radio gekluisterd. Televisie was er nog niet om te horen hoe die stemming verliep. Want die stemming ging over een plan. Een verdeelplan. Ze zeiden, nou, de beste oplossing is dat we dat hele land Palestina gewoon in twee stukken verdelen. Eén voor de Joden en één voor de Palestijnen. De Arabieren die in Palestina wonen. En daar moeten ze dan maar mee doen wat ze zelf willen. Daar kwam het ongeveer op neer. Dat plan, dat werd aangenomen met een meerderheid van stemmen. Het was tellen. Onze vaderen zaten te turven aan de radio, want het was nog helemaal niet zeker of het zou lukken. Want als het zou lukken, zou dat de Joden de mogelijkheid geven in het stuk dat hun was toegewezen een staat te stichten. De Palestijnen hadden diezelfde mogelijkheid om in hun stuk een staat te stichten. Dat is wel heel erg belangrijk. Want waarom is er nou in 70 jaar nog nooit een Palestijnse staat gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ze hadden er al één kunnen hebben
in 1947-1948. Maar er is ook een ander ding dat je moet zeggen. En dat is dat de Joden op dat moment dat plan accepteerden. Met de grenzen die daarbij gegeven waren. Namelijk, een heel groot stuk zou dus niet onder hun beheer komen, maar onder Palestijns beheer. Dat accepteren ze. Ook dat is belangrijk om dat in de tegenwoordige tijd te bedenken. Israël heeft toen geaccepteerd dat ze slechts de beschikking kregen over een klein deel van het land. Waarom hebben de Palestijnen niet van die gelegenheid gebruik gemaakt? Het antwoord is heel simpel. Er was nog helemaal geen Palestijnse identiteit. Ze stonden heel sterk onder de invloed van de naburige Arabische landen. En die zeiden allemaal nee. Niet accepteren. Want daarmee accepteren wij het bestaan van een Joodse entiteit in Palestina. En dat is ondenkbaar. Dat had natuurlijk zeker ook met de islam te maken. Land dat aan Allah heeft toebehoord, dat kan nooit meer teruggegeven worden. Dat is maar betrekkelijk hoor, want de moslims hebben 700 jaar in Spanje de dienst uitgemaakt. Het stukje waar ze over beschikten werd weliswaar steeds kleiner, maar het heeft toch nog tot 1492 geduurd voordat het laatste stukje losgelaten moest worden. Maar in het Midden-Oosten, daar liggen de dingen toch wel een beetje anders dan in Spanje. De wereld wordt verdeeld volgens de islam in twee grote delen. Het huis van de islam en het huis dat nog islam moet worden. Nou, in de 7e eeuw kwamen de moslims ook naar Israël, naar het land Palestina, hoe je het ook noemen wilt. Ze hebben daar Jeruzalem veroverd. Daar is toen ook al heel vroeg de grote rotskoepel, de Dome of the Rock, gebouwd. En 1300 jaar hebben ze dus daar gezeten. Nou, vanuit moslimstandpunt was het ondenkbaar dat dat land teruggegeven zou worden. En dat notabene aan de Joden. Die aan de ene kant gerespecteerd worden in de Koran als de volk van het boek, net als de christenen. Aan de andere kant worden ze ook op andere plaatsen ronduit als ongelovigen beschreven. Het was ondenkbaar dat een stuk van Palestina teruggegeven zou worden of gegeven zou worden aan de Joden. Dus de hele Arabische moslimgemeenschap zei ondenkbaar, wij willen het hele land. En dat zullen we krijgen ook. We gaan onmiddellijk dat kleine landje aanvallen. En dan pikken we dat helemaal in. Dus geen Arabische staat. Dus je kunt wel zeggen, ze hadden toen de gelegenheid gehad om een Palestijnse staat te stichten. Maar eigenlijk was dat bij voorbaat al ondenkbaar. Men was er zo van overtuigd dat men die Joodse entiteit zou kunnen bestrijden en verslaan en zelfs vernietigen. Nou, u weet hoe het gegaan is. Op 14 mei hebben de Joden daar een staat uitgeroepen. Onder leiding van David Ben-Gurion. En bij wijze van spreken de volgende dag brak de onafhankelijkheidsoorlog uit. 48-49. Daarin hebben de Palestijnen wel degelijk successen geboekt. Ze hebben bijvoorbeeld de Joden verdreven uit Oost-Jeruzalem. Dat was een hele harde klap. Maar over het geheel genomen zijn ze er niet in geslaagd om die Palestijnse, de Joodse staat die net ontstaan was, te vernietigen. En er kwam dus een wapenstilstand. Op een gegeven moment kwam men daar tot een bepaald einde. Men zag wel dat het doel niet te bereiken was. Dat is op zichzelf natuurlijk wonderbaarlijk. Als je bedenkt dat daar, ja, hoeveel zijn dat toen geweest? 1,5 miljoen Joden, misschien nog wel een stuk minder, ik weet het niet. Tegenover een overmacht van honderden miljoenen Arabieren. Er zijn wonderlijke verhalen bekend, zoals Safed in het noorden. Dat door 20 jonge mensen werd verdedigd tegenover een overmacht van 7.000 of 8.000 Arabische soldaten. Wonderbaarlijke verhalen. Het gebeurde niet. Je kunt rustig zeggen dat de Arabische wereld, niet alleen de Palestijnen, de Arabische wereld, een eindeloos geduld heeft. De geschiedenis is lang. En de vader van de huidige president van Syrië, Assad, die heeft ooit gezegd, in 50 jaar is het niet gelukt, maar in 200 jaar zal het ons uiteindelijk wel gelukken. Als we maar genoeg ondersteuning krijgen, voldoende gemotiveerd zijn, uiteindelijk zal het ons lukken om die Joodse staat te vernietigen.
Nou, ik hoef u de hele geschiedenis niet te vertellen. De Zesdaagse Oorlog van 67, eerst nog de Suez-crisis in 56. Zesdaagse Oorlog in 67, Yom Kippur-oorlog in 73. Dan nog de verschillende intifada's, opstanden van de Palestijnen. Altijd vanuit de gedachte, eens zullen wij de Joden in de zee drijven. En toen pas, in die hele periode, dat moet ik er nog even bij vertellen, in die hele periode heeft geen enkele Arabische staat zich er sterk voor gemaakt dat er een Palestijnse staat zou komen. Geen enkel Arabisch land was daarop uit. Dat was eigenlijk ook nog niet in de hoofdjes opgekomen, omdat men de Palestijnen nog niet als een afzonderlijk volk zag, een eigen entiteit die dus een eigen staat verdiende. Dat is, zoals gezegd, pas in het hoofd van Yasser Arafat geboren. Niemand heeft zich dus daarvoor ingezet. Er komt trouwens ook nog bij dat de Arabische landen in die tijd, terwijl ze de gelegenheid hadden, in het geheel niet zich bekommerd hebben om de heilige plaatsen. In 1948-49 is dat hele stuk dat eigenlijk toegewezen was aan de Palestijnen, in beslag genomen door de Jordaniërs, die daar helemaal niks te zoeken hadden. Maar dat gebied is Jordaans geworden. Als je met Palestijnen spreekt op de westelijke oever, dan laten ze je ook vol trots zien dat ze nog steeds een Jordaans paspoort hebben. Dat is ook een hele wonderlijke geschiedenis. De Jordaniërs hadden ook helemaal geen enkel belang bij een Palestijnse staat, hebben zich daar ook totaal niet voor ingezet. Er is dus ook van die kant nooit de moeite gedaan voor een Palestijnse staat. En nog eens, daar was ook helemaal geen belangstelling voor de heilige plaats. Ook dat is eigenlijk een uitvinding. In de Koran wordt nooit over Jeruzalem gesproken, behalve in één tekst die men achteraf in die richting heeft uitgelegd, dat het daar zou gaan over de uiterste moskee. Dat zou dan de Al-Aqsa zijn. Al-Aqsa betekent ook uiterste. Terwijl het heel waarschijnlijk is dat het gaat over Mekka of Medina. Dus Jeruzalem is de derde heilige stad van de islam geworden, eigenlijk zonder enige grond in de Koran of in de Joodse of in de Arabische moslimtraditie. Maar zo zijn die dingen verlopen. En toen pas geleidelijk aan kwam de gedachte op, het zal voorlopig nog niet lukken om Israël de zee in te drijven, zoals de uitdrukking was. Laten we ons dan sterk gaan maken, dat was een heel nieuwe gedachte voor een Palestijnse staat. Het Palestijnse volk ontwikkelde zijn eigen identiteit en ze kregen dan ook nog eens het verlangen naar een eigen staat die natuurlijk volledig gecontroleerd zou worden door de omliggende grote machtige Arabische landen en ook gecontroleerd zou worden door de machten daarbuiten die achter deze plannen stonden. Een Palestijnse staat, een Palestijns volk. Ik zei u straks al, er woonden helemaal niet zoveel Palestijnen in Israël aan het begin van de 20e eeuw. Heel veel mensen die zich nu Palestijnen noemen, zijn in feite kinderen of kleinkinderen van immigranten. Vooral heel veel Grieken, maar eigenlijk uit het hele gebied van het Midden-Oosten. Maar ook heel veel mensen die van huis uit helemaal geen Arabisch spreken. Er is eigenlijk maar één ding dat Arabieren bindt, dat is niet dat ze allemaal één groot volk zouden zijn. Wat ze vooral bindt is het feit dat ze Arabisch spreken, zo simpel is het. En ik heb zulke mensen zelf gekend die als ik ze vraag, waar komen je ouders, je grootouders vandaan onder de Palestijnen, zeggen ze, mijn vader is geïmigreerd vanuit Griekenland. Je kunt het soms aan de namen nog zien. Dat Palestijnse volk is dus erg kunstmatig. Natuurlijk zijn er ook Palestijnen die daar al eeuwen wonen, dat wil zeggen hun voorvaderen. Natuurlijk, net zo goed als er ook Joden zijn die al eeuwen daar gewoond hebben. Niet veel, maar helemaal niet veel Palestijnen. Er waren ook helemaal niet veel Joden. Maar van beide kanten zijn er die eeuwen en eeuwen daar al gewoond hebben. In de 16e eeuw was Safed, dat ik net noemde, of Tsefat zoals het nu heet, al een heilige plaats, vooral voor de Kabbalisten. Al eeuwen en eeuwen wonen daar Joodse mensen. Alleen het waren van beide kanten zo weinig dat ze elkaar hebben verdragen. Er was geen enkel probleem om samen te leven in dat grote land voor dat kleine beetje mensen. Pas geleidelijk aan ging dat veranderen en kwam dat verlangen op naar een Palestijnse staat.
Een Palestijnse staat, nou laat ik eerst dit zeggen. Hoe je als christen over een Palestijnse staat denkt, je zou kunnen denken dat hangt af van je theologische vooroordelen. Ik heb een boek geschreven dat heet Het Israël van God, een hele dikke pil is het geworden. Alles wat ik bij wijze van spreken in een leven heb verzameld aan gedachten over Israël zijn daarin vervat. En dat hopelijk komt dat eind november uit. Bij Gideon in Hoornaar, het Israël van God. En daar behandel ik ook die verschillende christelijke opvattingen die er zijn. Maar het merkwaardige is dat voor de beoordeling van de politieke situatie vandaag, maakt dat niet eens zo heel gek veel uit. Je kunt mensen hebben die de zogenaamde vervangingstheologie aanhangen, eigenlijk niet zo erg gelukkige term, maar waar het op neerkomt is dat Israël als volk van God heeft afgedaan. Er is ruimte voor elke individuele Israëliet om tot geloof te komen en dan gaat hij horen bij de christelijke kerk. Maar voor Israël als natie is er geen plek in de profetie. En zeker niet voor Israël als natie in het aloude heilige land. Nou, er zijn een heleboel mensen die die opvatting hebben aangehangen, die na 1948 wel een beetje anders zijn gaan denken. Die zeggen, hé, dat is toch wel wonderbaarlijk. Zou je nou werkelijk kunnen zeggen dat wat er nu in Israël gebeurt niets met de profetieën te maken heeft? In die tijd had je ze. Gereformeerde theologen in Nederland die zeiden de stichting van de staat Israël heeft net zo weinig met de profetie te maken als de stichting van de staat België in 1830. Die mensen heb je nog steeds. Volgens mij zijn het wel een stuk minder dan in 1948. We zijn wat dat betreft aan het heroriënteren. Zowel in de gereformeerde wereld, de reformatorische wereld, als ook onder evangelische. Ik kom trouwens meer evangelische tegen die zeggen we hebben niks met Israël. Maar dat zijn, die mensen zitten hier vanavond niet, dus dat hoeven we verder niet uit te diepen. Want waarom zou u anders gekomen zijn? En het merkwaardige is nu dat je kunt vervangingstheoloog zijn en toch een heel warm hart hebben voor Israël. En Israël als staat nu ondersteunen. Je kunt best zeggen van het heeft niks met de profetieën te maken, maar het is wel het volk van God. We voelen ons daarmee verbonden. Ze zijn onze oudere broer. En we steunen ze. Het is merkwaardig dat met name onder Kuiperiaanse gereformeerden in de oorlog zoveel mensen waren die aan het verzet hebben deelgenomen en die ook Joden hebben verborgen en gered. Dat is heel frappant, terwijl ze overtuigde vervangingstheologen waren. En je kunt ook omgekeerd mensen hebben die aanhanger zijn van de leer dat er wel degelijk een toekomst is, een profetische toekomst voor Israël. Die geloven in het Messiaanse vrederijk, waarbij Israël hersteld zal wonen in het beloofde land. En die daar naar uitzien en toch grote kritiek hebben op de huidige staat Israël. Dat kan dus ook. Dat lijkt misschien, dus laat ik het zo zeggen, je profetische visie, je theologische visie, is dus nog niet direct zo bepalend voor je beoordeling van de huidige situatie in Israël. Het zal misschien wel zo zijn dat degenen die geloven in een toekomst voor Israël, volgens het profetisch woord, wat makkelijker de neiging hebben om de zwakheden en tekortkomingen van de staat Israël toe te dekken en oogje toe te knijpen. En er zijn er natuurlijk, voor wie het in Israël net als is, als in een Karamai-roman, daar heb je ook alleen maar goodies en baddies, goede en slechte mensen, niks ertussenin. En zo simpel is het in Israël niet. Zo simpel is het niet. Je kunt rustig zeggen dat Israël heel wat kwaad heeft aangedaan aan de Palestijnen. En dan moet je niet zeggen, maar dat komt ook doordat die Palestijnen zoveel kwaad gedaan hebben aan Israël. Dat is geen goed christelijk antwoord natuurlijk. Als er het volk van God is en is daar in dat land, dan zijn dat de eerste die een voorbeeld zouden moeten geven. Hoe je omgaat met andere mensen. Zeker nadat Joden zo ontzettend veel geleden hebben in de afgelopen eeuwen, zouden ze ook beter moeten weten hoe ze moeten omgaan met Palestijnen. En ik bespeur onder veel Joden een echte Palestijnen-haat. Net zoals ik trouwens bij heel veel Palestijnen een echte Joden-haat tegenkom. Daar zit iets in dat ver uitgaat boven de gewone afkeer die mensen van nature hebben voor vreemdelingen.
Dit is een haat met religieuze wortels en dat maakt de zaak zo pijnlijk. Je kunt rustig zeggen dat verreweg de meeste Palestijnen in Israël, die in het land Israël wonen, het liefst niets anders willen dan vrede en rust, een goed inkomen, hun kinderen moeten naar school kunnen gaan en moeten iets kunnen bereiken in het leven. Dat is net als met ons, de meeste mensen willen gewoon een rustig bestaan met toekomst voor hun kinderen. Dat geldt voor Joden en dat geldt voor Palestijnen. Het zijn aan beide kanten de fanatiekelingen. En daar moet je altijd beducht voor zijn. Ik ben ook beducht voor fanatieke christenen. En ik ben beducht voor fanatieke Palestijnen en ook voor fanatieke Zionisten die in feite ook het hele land willen. Alleen ze gebruiken daarvoor niet in eerste instantie geweld. Maar hier liggen nu een paar van de moeilijkheden. Ik zal u een paar moeilijkheden opsommen zonder dat ik u een antwoord in de maag splits. U moet er zelf maar eens over denken. Neem al in allereerst de ingewikkelde vraag: heeft Israël recht op het Heilige Land? Hoeveel mensen zullen daar niet zonder meer ja op antwoorden? Want God heeft beloofd dat hij dat land aan Israël zal geven. Dus als je geen vervangingstheoloog bent, dan zul je des te gauwer ja zeggen. God heeft dat land aan hen beloofd. Maar een belofte is niet hetzelfde als een recht. Iets dat je kan claimen. Bovendien, het allerbelangrijkste is dat die belofte van God gekoppeld is aan een absolute voorwaarde. En die voorwaarde is dat zij dat land nooit zullen bezitten naar Gods bestel, zolang er niet een echte bekering is. Die is er wel bij een kleine groep. En er zijn ook zeker orthodoxe Joden die zeer ernst maken met God en zijn woord. Maar de grote massa van Israël is volstrekt geseculariseerd. De Zionisten oorspronkelijk waren socialisten en communisten die sowieso niet veel met God hadden. En ik denk dat die eigenlijke grote bekering van Israël, dat is moeilijk om dat met zekerheid te zeggen, misschien pas komt als de Heer Jezus terug zal keren. Dan zal bij velen de schellen van de ogen vallen. Dan zullen bij velen de ogen open gaan voor wie de Heer Jezus is. En zullen ze terugkeren tot God en zijn Tora. Je kunt dus niet zomaar spreken over recht. En bovendien, als God iets beloofd heeft, kun je daar niet een recht aan ontlenen om dan alvast je dat toe te eigenen. Hun verre voorvader Jacob heeft dat ook gedaan. Hij had een recht op de eerstgeboortezegen van zijn vader. Maar het was niet goed dat hij daarop vooruit greep en zich die belofte toe-eigende, op eigen houtje. Hij heeft dat met een dure prijs moeten betalen, met vele jaren van ballingschap, et cetera. En zo is het nu ook. Zeker als je denkt aan het feit dat Israël niet alleen de Westoever heeft bezet, maar ook bovendien daar vele nederzettingen sticht die volgens het internationale recht helemaal niet kunnen en niet mogen. Je mag in bezet gebied geen nederzettingen bouwen en je dat land langzamerhand op die manier toe-eigenen. Maar er is ook weer een andere kant van de zaak. Dat maakt het probleem zo ingewikkeld. Want zijn het eigenlijk wel bezette gebieden? Toen de Duitsers Nederland bezetten, was het heel duidelijk: Nederland is van de Nederlanders, dan moet je met je tengels afblijven. Dat was bezet gebied en die bezetter is na 5 jaar ook weer verdreven. Maar hier ligt het veel ingewikkelder. Van wie was dat gebied voor die tijd? Toen Israël in 1967 de Westbank, oftewel zoals het mooi heet, Judea en Samaria veroverde, toen veroverden ze het op de Jordaniërs, want die zaten daar sinds 1948. Was dat land van de Jordaniërs? Nee, natuurlijk niet. Van wie dan wel? Tot 1917 hadden de Turken daar gezeten. En daarna was het Brits mandaat. Die Britten hadden daar in feite natuurlijk ook niks voor. Het was ook niet van hen, maar het was ook maar een mandaat. Ze moesten tijdelijk een overbrugging zoeken naar een definitieve regeling. En op de dag dat de laatste Brit vertrok, werd de staat Israël uitgeroepen. Dus van wie was dat land? Was het van de Arabieren? Die hebben het ook nooit bezeten. En zeker niet van de Palestijnen. Mensen die nu zeggen, het is bezet gebied, het is van de Palestijnen en het moet aan de Palestijnen worden teruggegeven, zijn bezig met een gigantische geschiedvervalsing. Er is nooit een Palestijnse entiteit geweest. Er is nooit een Palestijnse
volk geweest, er is nooit een Palestijns land geweest, er is nooit een Palestijnse staat geweest. Je kunt dus niet zeggen dat het van de Palestijnen is afgenomen. Het is van de Jordaniërs afgenomen. En nogmaals, de Palestijnen hadden daar sinds 1948 hun eigen staat kunnen hebben. Het is niet van hen afgenomen. Daarom, Christenen voor Israël is zo'n organisatie die het liever spreekt van de betwiste gebieden. Nou, daar kun je niet over twijfelen. Het is betwist gebied. Want met de regeling van 1947 was het aan de Arabieren in Palestina toegewezen. Die hebben er geen gebruik van gemaakt. De Jordaniërs hebben het onmiddellijk ingepikt. Van hen was het ook niet. Dus dat maakt het extra ingewikkeld. Je kunt wel zeggen, Israël heeft er niets te zoeken, maar wie dan wel? Wie dan wel? Er woonden daar inderdaad Palestijnen, sommigen van eeuwen her. Maar er woonden daar ook Joden, sommigen van eeuwen her. Daarom is dat boek, dat eind november uitkomt, zo dik geworden. Er zitten zoveel kanten aan, je kunt geen kant noemen, of er is wel weer een andere kant te noemen. En als je vanuit je luie leunstoel zegt, een van de goedkope oplossingen, de Joden hebben daar het recht op, want God heeft ze dat beloofd, en hoe meer nederzettingen, des te beter, en ze moeten gewoon niet toegeven, en dat land langzamerhand in beslag nemen. Dat is net zo kortzichtig en net zo naïef, en zeg maar rustig, net zo fout, als het standpunt dat zegt, het is van de Palestijnen, en die Palestijnen die moeten daar zo gauw mogelijk een staat hebben. Die hadden ze kunnen hebben, waarom hebben ze die geweigerd? En denk erom, de reden waarom de Palestijnen die staat weigerden, die hebben ze nog steeds. Daar is niets aan veranderd. De reden waarom ze dat land niet wilden hebben, is dat ze het hele land wilden hebben. Daarom zie je ook bij de onderhandelingen daarover, of gespeelde onderhandelingen, want je vraagt je wel eens af of er iemand ooit serieus bezig is met onderhandelingen over deze kwestie. Die hebben altijd twee enorme problemen. Aan de kant van de Joden, hun nederzettingenbeleid. Dat is nog steeds maar een heel klein percentage hoor, van dat bezette gebied waar die nederzettingen liggen. Maar toch, principieel is het een enorm probleem. Maar er is ook een enorm probleem aan de kant van de Palestijnen. En dat is de erkenning van de staat Israël. Dan moet je daar ook alweer goed op letten waar het over gaat. Er zijn best momenten geweest in de onderhandelingen dat de Palestijnen bereid waren het feit van de staat Israël te erkennen. Dat betekent gewoon te erkennen de facto dat er zoiets bestaat als de staat Israël. Ja, dat kan je ook moeilijk ontkennen, dat is nogal wiedes. Dat is niet hetzelfde als het bestaansrecht van die staat te erkennen. Niet alleen vanwege internationaal recht, het is hun toegewezen door de Verenigde Naties, maar het is ook een recht dat ontleend is aan de geschiedenis. Er heeft daar nooit een Palestijns volk gewoond, er heeft daar wel een Joods volk gewoond. Er is daar nooit een Palestijnse staat geweest, er is daar wel vele eeuwen een Joodse staat geweest, een Israëlitische staat. Dus ook daarover moet je zuiver zijn. Israël stelt als voorwaarde, als zo'n Palestijnse staat daar komt, daar zijn we uit principe niet tegen, dan moeten ze in de eerste plaats het bestaansrecht van Israël erkennen. Dus niet alleen maar de facto het feit dat er een staat Israël is, maar ook dat ze daar legitiem aanwezig zijn. Anders kunnen we geen goede buren worden. En dan kunnen we ook eens gaan praten over het nederzettingenbeleid. Dan kunnen we gaan praten over de status van de Arabieren die in het land Israël wonen. Natuurlijk in de staat Israël wonen, die een Israëlisch paspoort hebben. Dan kunnen we over al die problemen gaan spreken. Maar Israël heeft nog een tweede voorwaarde. Israël, even los van de bezette gebieden, is een klein landje. Als je kijkt naar de demarcatielijn zoals die in 1947 was vastgesteld, dan op het smalste plek is die lijn 15 kilometer verwijderd van de Middellandse Zee. Dacht je dat de Israëli's trek hadden in een Palestijnse staat die volgestouwd is met Arabische wapens, als het ware een enorme kolos, een enorme vijand? Dat zal natuurlijk niet direct gebeuren, eerst begint men al bij heel vredig. Stel je voor dat er zo'n Palestijnse staat komt, dan zal het allemaal heel vredig toegaan, men zal elkaar handjes schudden. En de voorwaarde is aan voldaan. En vervolgens wordt die staat volgestopt met wapens.
Israël zal nooit bereid zijn een staat Israël te erkennen die altijd een geweldige militaire bedreiging voor hen zal betekenen. Toen ik op die ochtend om 7:00 op de Olijfberg zat en keek naar die plek, gingen al die gedachten door mij heen. Het is gewoon niet mogelijk. Het is niet mogelijk dat Palestijnen de staat Israël erkennen. Niet omdat die zo eigenwijs zijn. Ik ken ontzettend veel aardige Palestijnen. Er zijn ontzettend veel aardige mensen. Ik moet soms zeggen, als je in Jeruzalem in een hotel logeert, dan slaap ik soms liever in een Palestijns hotel. Je krijgt meteen contact met de Palestijnen die daar zitten en wonen en gezellig contact. En in een orthodox-joods hotel kijken ze dwars door je heen en ze zien je niet staan. Wat dat betreft, ik hou van de Palestijnen. Niet van de fanatiekelingen, maar ik hou ook niet van fanatieke christenen en van fanatieke joden. Fanatiekelingen zijn overal het grote probleem. Maar er zijn er heel veel mensen die het heel zwaar hebben. Ik ben bij een boer geweest die liet zien waar zijn land was, 100 meter verder. Nu loopt daar een hoge muur tussen, waardoor hij niet meer bij zijn land kan komen. En af en toe dat stuk land dat hij nog wel heeft, het kan op een ochtend gebeuren dat al zijn oogst, als die bijna rijp is, platgewalst is. En hij verzekerde mij, dat doen niet mijn Palestijnse buren, dat doen de Israëlische soldaten. Dat is allemaal moeilijk te bewijzen en moeilijk te zeggen. Maar als je niet in je luie leunstoel in Nederland blijft zitten, maar je spreekt daar met de mensen, zowel met Joodse mensen. Ik ben op de Golanhoogvlakte geweest nog in april dit jaar met mijn jongste zoon. In zo'n gemeenschap van mensen die de Syriërs heel dichtbij zich weten. En ik ben geweest aan de Palestijnse kant. Met Palestijnse mensen die je vertellen, ook christenmensen, die je vertellen hoe zwaar het leven is onder de Israëlische bezetting. Alsjeblieft, verlaat de leunstoel, zou ik zeggen. Ga eens praten daar. En dan ga je niet alleen maar met een reis mee waarbij je alle mooie kanten van de staat Israël leert zien. Ik ben rijk gezegend in het feit dat in 1982, dat ik daar voor het eerst naartoe ging en uitsluitend met christen-Palestijnen in aanraking kwam. Ik was uitgenodigd daar om in gemeente te preken, heb ik elke avond achter elkaar gedaan. En na die 11 avonden hadden ze mij beloofd, zouden ze mij het hele land laten zien. Dus ik ging met 2 christen-Palestijnen, evangelisch en katholiek respectievelijk, het hele land door. Ik zag het land en ik ben ervan overtuigd dat dat goddelijke leiding was met Palestijnse ogen. Later heb ik aan archeologische opgravingen deelgenomen. Toen leerde ik de seculiere Israëli's kennen. Dat was net zo mooi. En die mensen waren net zo lief en aardig. En net zo gaaf. En ten derde leerde ik de orthodoxe Joden kennen. De ultra-orthodoxe Joden. En daar heb ik prachtige contacten op gedaan. Ik heb een hele cursus van boven gekregen om dat wonderbaarlijke land te leren kennen. Maar alsjeblieft, wel met alle kanten. Ik heb de Messias beleidende Joden te leren kennen. Ik ben een orthodoxe synagoge geweest. En het is net als de eerste keer dat ik in Zuid-Afrika was. Waar ik natuurlijk nou niet over uitwij. Maar als je terugkomt is de problematiek eigenlijk nog ingewikkelder dan je eerst dacht. Er zitten zoveel kanten aan. Die Palestijnse staat. Denk maar weer aan wat die chauffeur tegen mij zei. Only Jesus can solve the problem. Maar Jesus will solve the problem. Ik heb gelezen uit Ezekiel 47, wat een prachtige profetie is dat. Dan heb ik het nog niet eens, waar ik een heel groot stuk in mijn boek aan gewijd heb aan Ismaël en alles wat daarmee samenhangt. Dan heb ik het nog niet eens over die Ismaël-profetieën. Dan heb ik het over Ezekiel 47. Straks wordt dat land verdeeld onder de 12 stammen. Dat wordt precies beschreven met grenzen erbij. Wie waar komt te wonen. En dan staat er maar tussen jullie in wonen mensen die er al heel lang wonen. Die kun je zomaar niet eruit schoppen. Dat wil ik helemaal niet. Die mensen moeten onder jullie ook hun aandeel krijgen. Die blijven tussen jullie inwonen. En zeg ik er dan maar even bij, jullie moeten heel lief voor ze zijn. Natuurlijk, als het om het Messiaanse Rijk gaat, dan weten we dat dat mensen zijn die de God van Israël hebben leren kennen.
Maar ze weten eigenlijk al lang in de Koran dat hun God de God van Israël geweest is. En ze moeten bovendien de Messias van Israël leren kennen. Maar voor moslims is dat nog makkelijker dan voor Joden. Dan aanvaarden dat Jezus de Messias is. Dat zal voor Palestijnen, voor moslims, die vanuit de Koran al zoveel mooie gedachten over Jezus hebben meegekregen, veel gemakkelijker zijn om dat te accepteren. Maar goed, als Gods geest gaat waaien, dan worden al die moeilijkheden sowieso overwonnen. Daar wonen moslims. Als je ze dan nog moslims wil noemen. Maar in ieder geval mensen die de Here dienen en lief krijgen. En je kunt het je niet voorstellen, ze zullen naast hun Joodse buren wonen. Dus in die zin zei ik, er komt een Palestijnse staat. Want Palestina is hetzelfde als het Heilige Land. En de mensen die daar wonen zijn Palestijnen. Net zoals de Joden vooral in 1948 Palestijnen genoemd werden. En al die Palestijnen, daar zullen Joodse mensen bij zijn en er zullen Arabische mensen bij zijn. En ze zullen allemaal dezelfde God dienen. En ze zullen allemaal dezelfde Messias leren kennen. De volkeren zullen, zegt Jesaja 2 en Micha 4, bijna identieke passages, zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de Torah te horen. Daar zal de Messias gezeten zijn op de troon vandaag. Maar twee groepen zullen niet opgaan, want die zijn er al. Net zoals de Joden zeggen met Pesach, volgend jaar in Jeruzalem. Maar als ze in Jeruzalem wonen, zeggen ze dat niet. Dan zeggen ze volgend jaar in de nieuwe tempel. Ze zijn er al. Dat is bijzonder een voorrecht als je in Jeruzalem woont. Maar ook even als je nou het hele land neemt, ten opzichte van al die volkeren die van heinde en ver zullen komen om daar de Messias en te leren kennen en de Torah te horen. Dat is eigenlijk de hele schrift. Bijbelonderwijs vanuit Sion. Maar deze twee zijn er al. Ze wonen in dat land. Joden en Palestijnen. Broederlijk. Only Jesus can solve the problem. Want Jezus zal de harten van die Joden aanraken. Als de schellen hun van de ogen vallen. En ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Dat zal geweldig zijn. Het zullen terugdeinzen zoals de broers dat deden bij Jozef. Van schrik. Van Jozef die wij verraden hebben. Die is nu onderkoning van Egypte. Wat zal die ons dan wel doen? Maar die schrik sloeg gauw om in blijdschap. Over het geweldige feit dat Jozef eigenlijk hun redder was. En Jozef geweldige belofte had en hen uitnodigde om naar het land Egypte te komen. Zo zullen de Joden eerst wel schrikken als ze zien dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dus toch. Ik ken een Joodse rabbijn in Palestina. Dit heb ik niet van hem zelf gehoord, maar via een ander. Die zei, ik kan niet geloven dat Jezus de Messias is. Ja, dat is het aloude misverstand. Als ze dat geloven, dan denken ze dat ze geen Joden meer zijn. Dat ze overgaan tot het christendom. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar goed, dat krijgen we er niet uit. Dus ik kan niet geloven dat Jezus de Messias is. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Ik kan me niet voorstellen dat vroeger Joden zoiets gezegd zouden hebben. En andere Joden die misschien iets minder ver gaan, althans zo lijkt het, die zullen zeggen, we kunnen niet geloven dat Jezus de Messias is. Om die en die en die en die en die redenen. Maar als de Messias komt, zal het ons niet verbazen. Als hij de trekken van Jezus van Nazareth blijkt te hebben. Ik heb het eerder openlijk aan een bekende Joodse rabbijn gevraagd, die een keer kwam spreken voor studenten. De afgelopen waren ze de vragen, gelegenheid. En ik nam de vrijheid ook een vraag te stellen, hoewel ik docent was. Maar ik zei dit en dat. Van sommige Joden heb ik dat gehoord. Dat ze zeggen als Messias komt, zou het ons niet verbazen als hij de trekken van Jezus de Messias blijkt. Van Jezus blijkt. Dan zei hij, oh ja, dat zou best kunnen. Nou, ik viel bijna van mijn stoel. Dat hij dat zo vlot zei. Ja, dat zou best kunnen. Maar eigenlijk zijn de moslims er al veel dichterbij. Die geloven al dat Jezus de Messias is. Ze noemen hem Isa. Of Yeshua, dat hangt ervan af of het christenen, Arabieren zijn of niet. En ze geloven al, ze noemen hem Messias, dat betekent Messias. Ze geloven zelfs dat hij zal terugkomen, dat geloven ze niet van Mohammed, maar wel van Jezus. Voor de rest snappen ze helemaal niet wat de bedoeling daarvan is en hoe dat in zijn werk zal gaan, maar dat doet er nou niet toe. Bij hen is de blokkade nog veel geringer. Zoals er nu al
honderden, duizenden moslims, vooral degenen die een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebben gehad, in een visioen of wat dan ook, nu al komen en Jezus gaan dienen. Soms zich gewoon moslim blijven noemen, omdat het moeilijk is om zich wat anders te noemen in de landen waar ze wonen. Maar ze kennen hem. En ook onder hen zullen er velen zijn die hun hart dan voor hem zullen openen. Only Jesus can solve the problem. Maar die Palestijnse staat komt er. En ik weet ook al wie daar de koning van zal zijn. Hij zal zitten op de troon van David. En al die mensen zullen dit met elkaar gemeen hebben, dat ze niet meer ruzie maken over de geschiedenis en over hun identiteit en over wie ze zijn en wat ze zijn. Alle fanatisme zal verdwenen zijn. Fanatisme hoort bij de werken van het vlees, die worden uitgeroeid. Ze zullen samen Yeshua aanbidden en samen de God van Israël kennen. Samen zich buigen over de Torah. Dat is iets waar we allemaal van harte naar mogen uitkijken. Dat is wat ik met u wilde delen. En nu ga ik een slok water nemen en dat is uw pauze. En in die pauze mag u nadenken over de vraag die u zou willen stellen. Als u dat wilt. We hebben nog tot 9 uur daarvoor de gelegenheid. En misschien helpt het als u eerst wat in de collectezak doet. Wie mag ik als eerste het woord geven? Laten we de tijd maar gebruiken. Wie heeft een vraag of een opmerking? Kees. Ja, er is... Ja, de vraag moet ik even herhalen. Je vraagt naar een profetie waarin verteld wordt dat Israël bijna eraan onderdoor gaat voordat de Messias komt. We lezen bijvoorbeeld in Zacharia 13, dat is uitdrukking grote verdrukking, lezen we daar niet, maar het lijkt op hetzelfde neer te komen. Daarin zullen 2/3 omkomen en 1/3 zal gelouterd daardoorheen geleid worden en deel krijgen aan de zegeningen van het Messiaanse Rijk. Sommige mensen zeggen, dat is al vervuld in de Holocaust. Want hoe kun je je voorstellen dat er in Israël ooit nog iets zal komen dat nog erger is dan dat? Ja, dat laten we maar in het midden. Het is ook een beetje moeilijk voorstelbaar onder de huidige omstandigheden dat er nog zo'n zware beproeving komt. Maar het kan natuurlijk. Het kan zijn dat er toch op een of andere manier de krachten zich zullen bundelen om Israël aan te vallen. Vooral als bepaalde grootmachten Israël daarbij ondersteunen. En dat Israël dus door een hele zware tijd heen gaat voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt. Er zijn meer van dat soort profetieën. Ik denk aan Jesaja 17, waarbij de situatie vergeleken wordt met het schudden aan een boom. Bijna alle vruchten vallen op de grond en er blijven nog maar een paar aan die boom zitten. Dat wordt ook vergeleken met de grote beproeving waar Israël doorheen gaat. De grote uitdrukking, grote verdrukking. Vinden we in het Nieuwe Testament de woorden van de Heer Jezus, Matthäus 24, maar ook met andere uitdrukkingen in het Oude Testament. Jeremia 30, een tijd van de grote benauwdheid voor Jacob. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, vroeger wist ik dat allemaal veel preciezer, Kees, dan vandaag. Ik ben wat voorzichtiger geworden om dat allemaal te precies in te vullen. En ik vind het wel een boeiende gedachte dat dat eigenlijk te maken heeft met de Holocaust. Ik weet het niet. We zullen het wel zien. Maar het is ook heel goed mogelijk dat Israël nog eenmaal door een zeer zware beproeving heen zal moeten gaan, waarbij velen om zullen komen. Naar de mens gesproken is een van de zegeningen voor Israël dat de moslims onder elkaar zo haten. Als je alleen al denkt aan die twee grootmachten, Iran en Saoedi-Arabië, die kunnen elkaars bloed wel drinken. En dat is al 700 jaar zo. Ondanks dat zij van de Arabieren
de islam opgedrongen kregen en die ook van harte hebben aanvaard, althans wat de Ayatollahs betreft, zijn ze tegelijkertijd altijd beducht geweest voor alle Arabische supermacht en hebben daar tegenover geprobeerd hun Persische identiteit te handhaven. Dus de strijd tussen Shiïten en Soenieten. Maar ook tussen andere machten. Er is zoveel strijd tussen moslims onderling, dat is alleen maar gunstig voor Israël. Maar dat kan natuurlijk veranderen. We weten het niet. Dus hoe dat precies in zijn werk zal gaan, het is inderdaad zeer wel denkbaar dat voordat Messias komt, Israël nog door een hele zware beproeving heen zal moeten gaan. Dat is eigenlijk ook niet geheel en al ondenkbaar, als je nou de situatie kent. Als maar eenmaal die machten die tegenover elkaar staan in de Arabische wereld en de Persische wereld elkaars krachten bundelen vanwege dat ene grote belang, namelijk de vernietiging van Israël, dan weet je niet wat voor verschrikkelijks er nog zou kunnen gebeuren. Maar dat moeten we afwachten. Maar dat is een goede vraag, een belangrijk punt. Wie? Ga je gang, Pieter. Ja. Wat is de rol van Egypte in dit hele gebeuren? Er zijn een paar volkeren geweest die aanvankelijk allemaal tegen Israël waren en toch een beetje bakzeil hebben gehaald. Toch liever de voorkeur gaven aan de vrede. En we denken aan het beroemde verdrag dat gesloten is, het vredesverdrag tussen Menachem Begin en Anwar Sadat, die dat heeft moeten betalen met zijn leven, vermoord is door een fanaticus. En dat is heel boeiend. Officieel is er nog steeds vrede tussen Israël en Egypte. En in feite natuurlijk ook tussen Israël en Jordanië. Ik denk aan een van die gebeurtenissen die op je netvlies gegrift staan, de begrafenis van Yitzhak Rabin, waarbij zowel koning Hussein van Jordanië aanwezig was en ook zelfs Yasser Arafat. Zijn van die wonderlijke momenten geweest dat het net even leek alsof alle geschillen er niet meer waren. Dus met sommigen zijn er inderdaad verdragen. Alleen, een van de problemen is, en sommigen hebben dat ook in dit conflict openlijk uitgesproken in de moslimwereld, volgens de Koran mag je tegenover je vijanden liegen dat het gedrukt staat. Dus zo'n vredesverdrag, dat hebben sommigen uitgesproken, ook sommige fanatici in Egypte zelf, betekent helemaal niets. Op het moment dat er een beroep op ons gedaan wordt, dan schuiven we dat hele verdrag aan de kant en beginnen zo weer oorlog tegen Israël. Dat is natuurlijk wel pijnlijk en ik vind het moeilijk om dat te zeggen omdat het zo onaardig klinkt. Maar het is werkelijk iets dat, ik heb dat geprobeerd te checken, werkelijk iets dat in het islamitisch geloof zo bestaat. En ook door grote islamitische geleerden uitgesproken is. Wij zijn niet gebonden aan enig contract dat wij met Joden, met Israël sluiten. We doen dat puur om ze zand in de ogen te strooien. Maar als het erop aankomt, schuiven we het zo weer aan de kant. En kunnen dus ook Egypte en Jordanië en alle andere volken daaromheen het weer opnieuw tegen Israël opnemen. Dus het is puur uit pragmatische overweging, uit eigen belang, dat men vrede gesloten heeft. Daardoor kreeg Egypte ook het grootste deel van de Sinaï-woestijn weer terug. Dus ze hadden er ook rechtstreeks belang bij. En daardoor is het nu ook gemakkelijker mogelijk om via de Jordaansbruggen naar Jordanië over te steken. Dat hangt allemaal samen met deze verdragen die gesloten zijn. Dus niet iedereen is even vijandig. De grootste gevaar is Iran momenteel. Gevolgd door Syrië. En dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer vanwege de geweldige invloed die Iran in Syrië heeft. Ik ga geloof ik maar gewoon door, want is je vraag beantwoord? Nog niet helemaal, maar mijn vraag was ook, wat is de rol binnen het Palestijnse conflict van met Egypte? Die zijn daar lijkt mij ook een speler in. Maar niet alleen tussen Israël en Palestijn, maar ook met... Maar dat zijn niet zozeer de Egyptenaren, denk ik. Kijk, de Egyptenaren hebben zelf hun eigen grote problemen gehad in de laatste jaren. Natuurlijk een wisseling van bewind, verscheidene malen.
En ook dat heeft te maken met wat ik daarnet een beetje cynisch aanduidde als voordelig voor Israël. Als die volkeren genoeg problemen intern hebben, hebben ze geen tijd om zich druk te maken over Israël. Omgekeerde, je hebt volkomen gelijk als je zegt, althans dat suggereer je en daar stem ik mee in, Palestijnen onderhandelen nooit alleen maar zelf met Israël. Op de achtergrond zijn altijd de grootmachten aanwezig. Yasser Arafat kon een grote broek aantrekken omdat hij wist van Saudi-Arabië, een geweldig machtig land, en daar zijn Mekka en Medina en andere machten die hen ondersteunen. Als de Saoedi's en de Egyptenaren en Syrië en Iran de handen ineens zouden slaan, naar de mens gesproken, dan was Israël nergens. En dat, dus als er onderhandelingen zijn met de Palestijnen, moet je daar altijd bij denken, de andere machten die daar een rol spelen. De Palestijnen zelf zijn natuurlijk verschrikkelijk verdeeld. Het land is verdeeld in de Westoever en in de Gazastrook. En de machten die daar de dienst uitmaken, Hamas in de Gazastrook en El Fatah in de Westoever, Judea en Samaria, die zijn onderling al zeer verdeeld. Dus de Palestijnen zelf vormen helemaal geen eenheid. Als je zou onderhandelingen zou willen voeren met de Palestijnen, zou je niet weten met wie. Want die twee machten zijn zelf zeer verdeeld. Hamas zegt openlijk dat zij nooit de staat Israël zullen erkennen. Dat zeggen ze heel eerlijk en openlijk. Dus ze kunnen ook alleen maar met geweld dat land veroveren. Dat land Israël uitroeien. Al-Fatah suggereert dat het wat meer inschikkelijk is. Maar uiteindelijk kunnen ze geen van allen dat zijn. Maar ze hebben eerst maar problemen met zichzelf. Dus je weet ook nooit met wie je precies praat. Praat je met Hamas of praat je met Al-Fatah? En als je met Palestijnen praat, van welke richting dan ook, met wie praat je dan nog meer achter hen? Saoedi's, Egyptenaren, Iran vooral en Syrië vooral. Dat maakt het ongelooflijk complex. Het is zo'n kookpot met al die verschillende tegenstrijdige karakters, krachten die tegenover elkaar staan. Wie nog meer? Gaat uw gang. Ja, nog steeds. Nu zie je toch een soort kentering. Als je nou de Verenigde Naties en Amerika, zeg maar, neemt, met de nieuwe wind van de Trump, hoe ziet u die ontwikkeling? En want ze hebben natuurlijk ook een beetje ruzie met Saoedi-Arabië. De olieprijzen zijn de tijden wel $150 per dunk. Dat is anders heel makkelijk natuurlijk met oliefracking aan de gang gevonden. Ja. Ja. Het is terecht dat u aangeeft dat het allemaal nog veel gecompliceerder is. Want ik had het net over de krachten op de achtergrond van de Palestijnen. Maar op dezelfde manier kun je natuurlijk vragen, wat is de achtergrond van de krachten achter Israël? En daarbij moet je altijd Amerika noemen. En dat is heel simpel, omdat er zo ontzettend veel Joden in... Er wonen nog enkele miljoenen wonen er in New York. Het heeft heel lang geduurd voordat er in de staat Israël meer Joden woonden dan alleen maar in de stad New York. In Israël, de laatste keer kwam ik een New Yorkse Jood tegen in een synagoge. En ik vroeg hem, hoeveel zijn het er nog? Nou, niet meer 5 miljoen, maar toch wel 2 of 3 miljoen Joden in New York. Dat is wel minder dan er nu in Israël wonen. Maar dat zijn niet de eerste de beste. Dat zijn mensen vaak met heel veel geld en heel veel invloed. Elke president in Amerika zal bij verkiezingen rekening moeten houden met dat Joodse contingent. Niet alleen maar in New York, maar overal. In het algemeen hebben de Joden in Amerika altijd democraten gestemd. Misschien wel vooral omdat zij republikeinen zozeer met het christelijke orthodoxie verbonden. Maar dat vind ik niet zo makkelijk om te zeggen. Er zijn ook... Zoals Joe Lieberman, er zijn ook republikeinse Joodse kandidaten geweest. Maar elke Amerikaanse president moet lief zijn voor de staat Israël. Maar er is wel grote graderingen in liefde. Trump doet nu heel erg lief, maar ik weet niet goed of hij daarin consistent is. Hij heeft zijn intuïtie laten spreken en Jeruzalem tot hoofdstad, tot...
Ja, tot de plaats, tot hoofdstad verklaard door daar ook de ambassade te vestigen. Ik liep daar in april langs die ambassade en ik zei, komt hier de nieuwe ambassade? Dus vroeg ik aan die soldaat. Hij zei, als ik u dat zou vertellen, zei hij, zou ik u moeten doodschieten. Want het is een geheim. Dus als ik dat geheim met u zou delen, u zou dat geheim niet mogen weten. Dat vond ik een dwaas antwoord, maar goed. Soldaat, dat is ook een merkwaardig volk, niet waar. Maar het is inderdaad gebeurd. De ambassade is daar naartoe gegaan. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Hij was daar laaiend enthousiast over. Vervolgens ging Trump wel vertellen dat hij ook de Palestijnen te vriend moest houden. Kijk, als je het Midden-Oosten te vriend wil blijven, en u noemt iets heel belangrijks, olie, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Het hele verhaal wordt nog eens een keer beïnvloed door olie. Israël heeft geen olie. Ze hebben nog ook wel gasvelden ontdekt. Maar olie is zo belangrijk, zowel voor Saudi-Arabië als voor al die staten en voor Iran. Dat speelt een enorme rol. Dus de Amerikanen moeten altijd Israël te vriend houden. Ze kunnen niet anders. Historisch is dat belangrijk. Maar ook de Arabische staten. Dus dat wisselt ook constant. Dus nou hebben ze Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt. Maar nu zegt hij, ja, maar jullie moeten ook toegevelijk zijn, zegt Trump, naar de Palestijnen toe. Op een manier waar ze nu al de bibbers van krijgen, de Joden, wat ze dan wel niet voor concessies zouden moeten doen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen welke rol Trump hierin speelt. Ik vermoed zelf een puur pragmatische rol. Hij wil Palestijnen te vriend houden, dat wil zeggen de Arabische landen eigenlijk te vriend houden. Traditioneel is Saudi-Arabië een grote bondgenoot. Dus daarom sta je er alweer van te kijken als zij dan, als Trump gisteren zegt dat als die Saoedi's inderdaad die meneer, wat voor land kwam die nou ook alweer? Uit Iran, hè? Vermoord zouden hebben. Was dat een Iranier? Nou ja, als ze hem inderdaad vermoord hebben, dan krijgt Saoedi-Arabië een grote straf. Ja, dan denk ik, hoe wil je dat dan doen? Er zijn zo ongelooflijk veel belangenverstrengelingen tussen Amerika en Saoedi-Arabië. Saudi-Arabië is altijd een bondgenoot geweest, was ook de eerste die hij bezocht op zijn reis naar het Midden-Oosten. Dus die grote straf, dan denk ik, ja, nou ja, we zullen het wel zien. Het is in ieder geval, kijk, Amerikaan, dat zijn dan christenen zogenaamd, maar het is net zo pragmatisch als de hele wereldpolitiek dat is. Met andere woorden, de Amerikanen hebben eigenlijk maar één belang. America first. Als het in belang is voor Amerika om de Joden te vriend te houden en zelfs de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, dan doen ze dat. Als het van belang is om zich openlijk achter bepaalde eisen van de Palestijnen te stellen, dan doen ze dat. Als het van belang is voor hun politiek om de Saoedi's te vriend te houden, ze hebben natuurlijk belangrijke verbindingen daar met vliegvelden en al die dingen meer, en olie-relaties, dan doen ze dat. En als het goed uitkomt om heel harde taal naar Saoedi's te spreken, dan doen ze dat. America first. Dat is ook heel duidelijk uitgesproken. Trump doet wat dat betreft precies wat hij ook beloofd heeft. Maar je moet nooit bij grote politici, dat geldt net zo goed voor Europa hoor, nooit liefde voor het Joodse volk verwachten. Dat is een typisch Joods-christelijk begrip. Daar gaat het nooit om. Het gaat altijd om belangen en dan altijd eigen belangen. Dat geldt voor Europa precies hetzelfde. Wie nog meer? Nog een keer. Ja, nog vooruit. Net in de en de eindtijd. Ik heb ooit gezien om te vertellen de theoloog dat daar alle kerkkoppen van Israël opgeslagen zouden liggen. Eén keer een bom erop en je hebt inderdaad het einde van de tijden. Nou, dit gaat over Megiddo en over Armageddon. En over alle kernkoppen van Israël die daar zouden liggen. Luister, het feit dat u dat gehoord hebt, bewijst voor mij dat ze daar niet liggen. Want als de Joden één ding kunnen, is het slim zijn. En die gaan echt niet aan de grote klok hangen. En dat gaat echt niet als gerucht rond waar die kernkoppen zouden zijn. Bovendien, als ik ze was, ik ben niet zo slim als Israël, maar dan zou ik ze in ieder geval verdelen. Niet allemaal op één plek bij elkaar brengen. Want inderdaad, dat zou wel... Maar als het nog bekend zou worden, zouden ze intussen al lang verhuisd zijn. Maar Megiddo speelt een rol in de eindtijd vanwege dat woord Armageddon, dat we vinden in Openbaring 16. Dat in het algemeen verklaard wordt als berg van Megiddo. Nou, aan de voet van die berg
Ik zie hem zo voor mij in gedachten. Daar strekt zich die enorme vlakte van Jezreel uit, waar al menig veldslag in het verleden gestreden is. Aan de overkant zie je de berg Tabor. Als de prachtige verhoging in het landschap. Maar het is niet zeker dat Armageddon dat betekent. Het is op allerlei verschillende manieren uitgelegd. Ook op een plek die veel dichter bij Jeruzalem ligt. Wat eigenlijk logischer zou zijn. Want als de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan is het veel logischer dat daar ook op een of andere manier die grote eindslag zal plaatsvinden. Dus daarvan zeg ik ook, vroeger wist ik dat allemaal heel precies. U had het 50 jaar geleden moeten vragen. Toen wist ik dat allemaal nog zo zeker. Nu denk ik, jongen, het is altijd nog ingewikkelder dan ik al dacht. En dat is hier ook zo. Want al die verklaringen, daar blijken toch ook weer haken en ogen aan te zitten. Dus of het daar inderdaad zal gebeuren. Waarom staat er dan berg van Megiddo in plaats van vlakte van Megiddo? Dat is zo'n praktische vraag. Maar als u zegt dat al die kernkoppen er liggen, weet ik zeker dat het niet zo is. Want dat zou niemand weten. En dan zouden ze al lang verplaatst zijn. Dus nee hoor, zo simpel is het niet. Eén bom erop. Dan was die al lang gegooid, die bom. Bovendien, dan zou die al, voordat die gegooid werd, zou die al onderschept zijn door Israëlische straaljagers. Een paar keer beleefd de recente tijd vanuit Syrië. Dat er verdwaalde of bedoelde bommen op Israël afkwamen. Ze waren al onderschept voordat ze zelfs maar bij de grens kwamen op de Golanhoogvlakte. Leuke vraag. Wie nog meer? Bart. Ja. 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 Jij verwijst naar Romeinen 8, vers 28. God doet alle dingen medewerkend en goede. En zo zou je kunnen zeggen dat ook de Holocaust in die zin toch langs een verschrikkelijke omweg heeft medewerkend en goede. Ik herinner mij een Joodse rabbijn die zegt: de Holocaust was zo verschrikkelijk dat het al. Eigenlijk al niet geoorloofd is om daar nog iets positiefs van op te merken. En daar kan ik wel inkomen. En toch heb jij ook gelijk. Toch heb je naar de mens gesproken. De Holocaust heeft twee enorm belangrijke dingen gedaan. Dat ga ik nog wel meer. Ten eerste de Joodse identiteit. Het was al een paar eeuwen zo. Het begon al zeker in de 19e en zeker gedeeltelijk al in de 18e eeuw zo. Dat intelligente en begaafde Joden in de westerse samenleving niet aan de bak kwamen, zolang ze weigerden zich te laten dopen. Zoveel grote Joodse talenten zijn voor die verleiding bezweken. Betekende helemaal niets. Betekende alleen maar dat er een paar druppels water op hen geplenst werden en de naam van de drie ene God erbij uitgeroepen werd. En het was de deur voor de westerse samenleving. Heel veel mensen hebben het heel ver geschopt dankzij dit, zonder dat zij ook maar enigszins werkelijk tot geloof kwamen. En op die manier zou je kunnen zeggen, zou Israël op de lange duur menselijk gesproken verdwenen zijn gewoon doordat ze hun identiteit kwijtraakten. Omgekeerd, Israël heeft zijn identiteit door, ondanks alle vermengingen, want je hebt blanke Joden en je hebt zwarte Joden en je hebt gele Joden en alle bruine Joden. Die raskenmerken zijn zeer verschillend, maar hun identiteit zit hem in de religieuze dingen zoals het onderhouden van de Sabbat, laten besnijden van je jongetjes. Dat zijn de laatste dingen die een Jood opgeeft. Geen varkensvlees eten. Dat betekent bijna niks in sommige gevallen, maar het is de Joodse identiteit. Maar als je eenmaal zover bent dat je je laat dopen, dan ga je ook varkensvlees eten. Dan ga je jongetjes niet meer besnijden. En dat was een enorm gevaar. Assimilatie heet dat. Dan zou ook daardoor de Joodse identiteit verdwenen zijn. En heel veel Joden die het overleefd hebben, hebben door de Holocaust, door de hele verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, opnieuw besef gekregen van hun Joodse identiteit. En zijn daardoor ook naar Israël gegaan, zijn ze beter bewust geworden wat het is Jood te zijn. En ondanks dat heel velen van hen volstrekt seculier waren, ik zei het al, de Zionisten waren vooral in het begin socialisten en communisten,
Maar dit, die paar dingen die met Joodse identiteit te maken hebben, Pesach, Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, die dingen zijn wel heel sterk gebleven. Dat is het ene belangrijke. Het andere belangrijke was dat naar de mens gesproken je inderdaad moet zeggen, die volkeren in 1947 die zich moesten uitspreken over dat verdelingsplan van Palestina, die waren zeker week gemaakt door al het verschrikkelijke dat Israël was overkomen in de Tweede Wereldoorlog. Daar is geen twijfel over. We moeten bedenken, nu is dat heel anders, doordat al die afzonderlijke Arabische staatjes allemaal tellen als een volwaardig lid van die gemeenschap. En nog veel anderen uit de derde wereld die allemaal toegevloeid zijn. Nu alleen al door de stemverhoudingen zou het ondenkbaar zijn dat Israël dat voor elkaar zou krijgen vandaag de dag. Toen waren er heel andere leden en een heleboel moeilijke leden waren er nog niet. En die er waren, waren zeker wat de westerse wereld betreft week gemaakt door de Holocaust. We moeten Israël het eigen tehuis gunnen na alles wat ze hebben doorgemaakt. Dus in die zin heb je gelijk. Maar ik vind dat die rabbijn ook gelijk heeft. Het is bijna, je krijgt het bijna niet uit je strot om te zeggen van er is nog iets positiefs te zeggen van de effecten van de Holocaust. Daarvoor was het te verschrikkelijk. Maar ik begrijp helemaal wat jij zegt. Ik ben het met jou ook eens. Met allebei. Wie nog meer? Mooie vragen. Ja, de fruit. Het was een heel mooi filmpje van de kind die voor het overleed. Dat hij zo in zijn breekbare stem, zo zijn dankbaarheid uitspraak naar Amerika. Van wat een mooi land, want daar kun je ontplooien, die helpen ze goed. En het is wel altijd zo geholpen door alle moeilijkheden heen. Europa natuurlijk naar de Tweede Wereldoorlog, maar ook Israël. Ik zou nu niet meer zeggen met America First, maar hij zegt dat heeft. Ja, kijk, in die zin, je hebt het over een filmpje van Menachem Begin waarin hij zijn hulp, zijn dankbaarheid uitsprak naar Amerika. Dat zal Benjamin Netanyahu ook doen, hoe die ook persoonlijk mogen denken over Donald Trump. Het is één ding is heel duidelijk. Als je aan de Israëli's gevraagd zou hebben, wie wil je liever, Hillary Clinton of Donald Trump, dan zouden ze allemaal gekozen hebben voor Trump. Want bij Hillary Clinton wist je van de voorbaat dat hij zeer positief zou staan tegenover de Palestijnen en negatief is een groot woord, maar in elk geval zeer kritisch tegenover Israël. Trump was voor Israël een stuk beter dan Clinton. Weten we niet zeker, want ze heeft de kans niet gekregen om duidelijk te maken hoe zij de zaken zou aanpakken. Dat is zeker waar. Maar ook Begin, het waren allemaal politici. Ook Begin wist dat het ook Israëls, dat Amerika's eigen belang was om Israël te ondersteunen. Je kunt je, dat klinkt misschien wel cynisch, maar je kunt je bijna geen wereldmacht voorstellen, geen wereldleider. Kijk, dat hebben wij niet. Wij hebben een heel klein landje hier. We hebben hele aardige mensen hier die regeerden en die wier stem niet zo gek veel gewicht in de schaal ligt. Maar als je denkt aan de grote machthebbers, die worden niet gedreven door liefde tot de christenen of de joden of wat dan ook. Daar gaat het altijd om eigen belang. Dat kan ook niet anders. Dat is cynisch, maar dat is ook de realiteit. En dat wist Begin ook. Dus Begin, zelfs toen hij dat zei, hij was een zeer gehaaid politicus. Ook bij hem was het eigen belang. Stroop om de mond van de Amerikanen te smeren. Want dat is de realiteit. Zo werkt in de grote politiek. Daarom hebben ook zoveel mensen daar een hekel aan. Maar dat is de, zoals het is. Maar dat is waar, ja. En hij heeft toch maar dit voor elkaar gekregen om vrede te sluiten met Egypte. Dat is heel bijzonder. En dan geen Begin. Wie nog meer? Laatste vraag. Nou, dat is al een hele eer en verantwoordelijkheid. Henry. Profetisch woord dat u ook altijd heeft uitgedragen. Ja, dat is een kenner van mijn lezingen. Ja. Die geeft wel duidelijk aan dat de tijd van de grote verdrukking, de staten rond Israël, de vernietiging van Israël op het oog hebben. En dat daarna Christus zal wederkomen. Ja.
Ja, het is zonder meer een feit, dat kun je rustig zeggen. De staten om Israël heen mogen nog zoveel ruzie met elkaar maken. Maar uiteindelijk, als je de Egyptenaren, ondanks hun vredesverhandelingen, diep in hun hart kijkt, zouden ze die hele Israëlische entiteit weg willen hebben. Dat geldt voor de Jordaniërs, dat geldt voor de Libanezen. Dat kan ook niet anders. Dat geldt voor al die moslims. En de christenen zijn zo langzamerhand al allemaal uit verdreven. Er is onder de Palestijnen bijna geen christen meer. Want die worden door hun eigen moslim landgenoten ook weggekeken. En zo goed als er geen joden meer zijn in de Arabische wereld, terwijl er duizenden joden in Irak waren, nu praktisch niks. Zoals de joden daar weg zijn gekeken, zo worden de christen-Arabieren daar ook weggekeken. Hebben het heel zwaar. Dan blijven moslims over. En moslims denken vanuit, niet vanuit pragmatisme, denken vanuit de islam. Het land Palestina behoort toe aan Allah. Daarom zijn die twee heiligdommen op de Olijfberg zo belangrijk. Ik zei eens een keer in een toespraak dat de tijden der volken in zekere zin ten einde zijn. Want er staat in Lucas 22 dat Jeruzalem vertreden zal worden door de volkeren tot het moment dat dat niet meer het geval is. En dan zijn de tijden der volkeren voorbij. Nou, ik zeg in 67 was natuurlijk zeer dramatisch. Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Dat de Israëli's Jeruzalem veroverden. Dat de eerste soldaten via de Leeuwenpoort binnendrongen. En bij wijze van spreken linea recta naar de klaagmuur gingen. Dat was zo ongelooflijk historisch moment. Dat zij dat veroverden. En sindsdien in 1980 heeft Israël het besluit genomen. Jeruzalem, en dan bedoel ik natuurlijk ook Oud-Jeruzalem, zal voor altijd onze eeuwige hoofdstad zijn. Dus dat is geweldig. Nou zie je dat ik moe aan het worden ben, maar nou ben ik de vraag, het antwoord kwijt dat ik jou had willen geven. Ik zeg nog een keer je vraag. Over het profetische woord. Ja, zie je nou. Dat is altijd, dat had ik vroeger dus niet, ook niet vroeger. Vroeger wisten die dingen zekerder, maar ik werd ook minder snel moe. Dat moet je erbij vertellen. Nou, in elk geval, dat was... Nee, ik weet niet meer. Het spijt me voor alle mensen op YouTube. Ik ben moe. Ik ben anderhalf uur aan het woord geweest. Ik weet niet meer wat ik had willen. Ik had iets heel moois willen zeggen. Dat vond ik wel zelf eigenlijk. Ja, het is... Dat is een van de meest ontroerende dingen geweest trouwens. Ik weet helemaal jouw vraag niet meer, de achtergrond. Maar, oh ja, ik weet het weer. Zie je, ik moest even doorpraten, dacht ik, dan weet ik het weer. Toen had ik dat in die toespraak gezegd, dat de tijden de volken in zekere zin voorbij waren. En toen zei een ander, dat is ook iemand die heel veel over Israël preekt, Willem Glashouwer, die zei tegen mij, Willem, zolang daar nog die twee heidense heiligdommen staan op het tempelplein, als het ware uittorenend boven heel Jeruzalem, zijn die tijden der volken nog niet voorbij. Dat vond ik heel inzichtgevend. Het zijn prachtige gebouwen, maar daar moet je natuurlijk niet naar kijken. We staan daar niet als toerist te kijken naar de El-Aqsa-moskee en naar de Dome of the Rock, de rotskoepel. Ik dacht wel eens stiekem, het zal wel jammer zijn als die nou aan het begin van het Messiaanse Rijk verwoest zouden moeten worden. Maar het zijn wel heidense, afgodische tempels. Dat moet je wel zeggen. En dat is ontzettend belangrijk voor de moslims. Ze hebben Jeruzalem omhoog gepromoveerd tot derde heilige stad. Wat eigenlijk nergens op slaat historisch. Maar daardoor is het wel heel erg belangrijk voor ze geworden. Daarom is er ook altijd ruzie over het tempelplein. Wanneer mogen de moslims erop? En wanneer mogen de joden erop? Wanneer mogen de toeristen erop? Als je naar Jeruzalem gaat, van de week vroeg iemand, we gaan een reis maken naar Israël. Waar moet ik in elk geval naartoe? Ik zei, je moet in elk geval naar het tempelplein. Ik weet niet of ik het alles verteld heb, maar toen ik met mijn jongste zoon, die dus ook al vader van kinderen is, in Jeruzalem was dit voorjaar, maakte ik de fout om de beste avond met hem naar de grafkerk te gaan. Ik dacht dat het interessant zou zijn, maar het is, voor zijn ogen was dat één grote kermis. Jij knikt, je kent het wel herkennen. Dat vond hij helemaal niks. De volgende dag gingen we naar het tempelplein. Bang, dat sloeg eens hard. Ik mag het wel vertellen.
Hij heeft dat zelf ook verteld. Hij zonderde zich af. Dat deed hij vaker op onze reizen. En dan maakte hij een filmpje. Dan sprak hij zelf in zijn kamer en vertelde hij wat hij beleefde. Dat is bijzonder. Heel bijzonder. Dat raakte hem enorm. De plek waar God zo eeuwenlang heel fysiek, heel tastbaar zijn tegenwoordigheid aan verbonden heeft. Waar God gewoond heeft. Er staat, ik zag een bord daar nu, dat had ik nog nooit eerder gezien. In zekere zin ligt de glans van de heerlijkheid van God nog altijd over deze plaats. Nou, een beetje romantiek, maar ook alweer, toch ook alweer mooi. Je kunt je er niet aan onttrekken. Dit is de plek. Dus daarom zeg ik altijd, ga in ieder geval naar dit tempelplein. Maar dat wordt opgesierd door twee prachtige gebouwen. Als je naar als toerist kijkt en als je als christen kijkt. Ontsierd door die twee gebouwen die daar staan. Toen ik met mijn andere zoon ging, ter afronding van de opvoeding van uw zonen, mag ik tegen jullie allemaal zeggen, moet je ze allemaal meenemen naar Jeruzalem natuurlijk. Dus een paar jaar geleden was ik met mijn oudste zoon gegaan. En toen wilden we graag die rotskoepel in. Want als beslotering is daar toch de rots waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. De rots waar David een altaar gebouwd heeft op die dorsvloer van Arauna. En waar het vuur uit de hemel neerdaalde. Een heel bijzondere plek. We moesten heel wat instanties af, Evert-Jan en ik. Steeds hoger tot we bij de hoogste instantie kwamen. En dan kregen wij een gids mee, een moslimgids, die zou ons naar binnen brengen. Zoals die toeristen keken met grote ogen, jaloers. En wij zijn daar naar binnen geweest. Vroeger kon je er gewoon in, maar nu moet je daar speciale toestemming voor hebben. Er staat met grote Arabische letters, dat kan ik niet lezen, maar ik heb me dat laten vertellen. God heeft geen zoon. Je bent op islamitisch terrein. Je bent ook op de plek waar Abraham zijn zoon offerde. Je bent ook op de plek waar vermoedelijk het brandofferaltaar van de tempel gestaan heeft. Wauw. Dus als je heen gaat, ja, het is moeilijk om er binnen te komen. We mochten zelfs toen de Al-Aqsa-moskee binnen, met die gids. En daar maakte ik een onvergeeflijke fout. Henry, doe dat nou niet als je daar komt. Ik zei hier on the Temple Mount, op de Tempelberg. Nou, de man ontplofte bijna dat ik op deze heilige plaats dat woord durfde te noemen. En hij zei, hier heeft nooit een tempel gestaan. Oké. Okay. Zoals Yasser Arafat moet ooit gezegd hebben, als hier ooit een tempel had gestaan, dan had het heus wel in de Koran gestaan. Tja, er stond een tempel. De resten daarvan vinden we vandaag nog terug in de grond. Hoewel heel veel daarvan door Palestijnen is vernietigd van die archeologische overblijfselen. En er komt ook weer een tempel. Dat is voor heel veel christenen nog even een zware kaliber. Gelukkig is het zo laat nu dat jullie daarover geen vragen meer kunnen stemmen. We zullen het later zelf wel bespreken als we met Christus mogen terugkeren op de Olijfberg. En als hij daar die tempel zal bouwen. Lieve mensen, we gaan het afronden en we gaan bidden. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, maar God ook van ieder mens wiens hart naar u uitgaat, christen, moslim, jood, dank u wel dat u doorgaat met uw plannen, wat mensen ook bedenken, wat grootmachten en kleinmachten allemaal mogen verzinnen, uw plan gaat door en op een goede dag wordt het werkelijkheid. Als de Messias zal verschijnen en het vrede en gerechtigheid zal worden op aarde. En Israël een bijzondere plek zal innemen, maar ertussen wonen al die vreemdelingen die daar ook al eeuwen gewoond hebben. En die zullen delen in al die zegeningen en in al die rechten. En allemaal zullen ze dezelfde God dienen. Die ook de God van Ismaël is geweest. We danken u voor dat geweldig vooruitzicht. Dan zal het vrede zijn. Dan zal niemand meer bezig zijn met zijn eigen machten. Ook de grootmachten in deze wereld. Ze zijn niet meer bezig met zichzelf. Het is niet meer America first of Israel first of Europa eerste. Maar u zult de eerste zijn, Heer Jezus. U zult de eerste zijn. Als u zult gezeten zijn op de troon van uw vader David. Zoals de engel Gabriel het al beloofd heeft aan Maria. Uw woord zegt tegen ons, bid voor de vrede van Jeruzalem. Als we aan Jeruzalem denken, dan denken we aan de Joden die er wonen. Aan de vele Palestijnen die er wonen. Dan zie ik al die Palestijnse winkeltjes voor mij. En al die straatjes waar christelijke monniken en Joodse rabbijnen en
islamitische pelgrimgangers allemaal door elkaar heen marcheren, zonder elkaar een blik waardig te gunnen. Wat een smeltkroes. Maar eens zal het de plaats zijn waar alle volkeren heen zullen trekken om daar de Torah te leren. Wat een geweldig vooruitzicht. Hoe het intussen allemaal zal gaan, wat er allemaal nog voor verwikkelingen zullen komen, wat voor strijd er nog zal komen, grote verdrukking of hoe dat ook mogen gaan. We weten het niet, maar we weten wel waar het op uitdraait. En daar danken wij u voor. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de vrede van het Heilige Land. Tussen Joden en Palestijnen. Tussen christenen, Joden en moslims. We bidden voor vrede tussen Shiïten en Soenieten. Heere, kom met uw vrede door de kracht van uw Heilige Geest. En ik denk aan die goede man. Het was uw toedoen dat u mij, hem die man op de weg bracht. Die zei, only Jesus can solve the problem. Wat een getuigenis. En zo is het. En we zien daarnaar uit. Geef dat onze harten daarop gericht mogen zijn. En dat we met vreugde die tijd mogen verwachten. Intussen bevelen we onszelf bij u aan. Wees met ons. Ook als we denken over Israël en over Palestijnen, geef dat we niet eenkennig zijn. Geef dat we, al was het alleen al uit menselijk oogpunt, ogen mogen hebben voor ieder die daar te lijden heeft, die het zwaar heeft. Laat het hart naar u mogen uitgaan. Daar bang u dus ook over ons. Wees met ons en wil ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. Amen. En die volgende keer is Paulus. 11 november. Dat is ook een datum van niks. De 11e van de 11e. En waar gaan we het over hebben? Ja, dat is een mooi onderwerp. De 10e november, dan is er een grote bijeenkomst in Dordrecht om de 400 jaar, om te herdenken dat 400 jaar geleden de Dordtse synode begon. Die avond is natuurlijk vooral voor de evangelische, want de reformatorische weten allemaal al wat die synode van Dordrecht betekent. Hoewel ze daar ook zeer vertekende beelden van hebben. Dus ik zou zeggen, die moeten ook maar komen toch. En de evangelische moeten komen, dan kunnen we uitleggen wat die synode van Dordrecht te betekenen had. En vooral, wat heeft het voor ons te betekenen? Ik verheug me erop. Ik hoop dat er heel veel goede publicaties komen over die synode van Dordrecht, want die heeft met ons allemaal te maken. Ook met onze theologische opvattingen, of je nou evangelisch of reformatorisch bent, voor ons allemaal. Dus, graag tot de 11e november. Het gaat u goed.